dat vroeg ik wel eens op de kamer van, hoe gaat het met je, weet je wel. En, kan je er goed mee omgaan met de kritiek die je toch krijgt? Hij zegt, ik vind het belachelijk. Hij zegt, people don't know how good I am. I am Zlatan. I'm God. Ja. Hey. Jeetje van Alst. Welkom. Hoe is het dan? Ja, goed. Kom binnen. Ja, mogen we binnenkomen? Ja, natuurlijk. In mijn mooie kantoor. Ja, Jan van Alst is een bekend gezicht in de voetbalwereld. Speelde in zijn voetbalcarrière onder andere voor Ajax, FC Twente en Vitesse. En is op dit moment voetbalanalist bij Ziggo. Maar wat doet hij zoal nog meer tegenwoordig? Ja. Hey, wat doe je zoal? We zijn op een kantoor. Ja, het is mijn kantoortje. Ja, ik heb tegenwoordig een trainings- en coachingsbureau. Ik train en coach mensen uit het bedrijfsleven die leiding moeten geven aan teams. Mm-hmm. Ik weet het ook zelf uit eigen ervaring. Want na mijn voetbalcarrière heb ik ook wat leidinggevende functies gehad. Ja, dat is verrekte lastig, man. Heb je dat ook uit eigen ervaring gehad tijdens je eigen voetbalcarrière? Ik heb natuurlijk altijd in een team moeten functioneren. En ik was ook een beetje een type die vaak de leiding nam in het veld. Dat kwam ook een beetje omdat ik kon niet zo goed voetballen. Dus ik moest het ook even aan het coachen. Ja, lekker die zelfspot, toch? Ja. Willem van Hanegem was een van mijn eerste trainers bij FC Utrecht. En die heeft echt letterlijk tegen mij gezegd, Jan, als de tegenstander de bal heeft, moet jij de bal veroveren. Maar als je hem hebt veroverd, zo gauw mogelijk weggeven aan iemand uit je ploeg die wel goed kan voetballen. Ja, die er dus beter mee kan. Ja. En eigenlijk in de kern had hij daar ook gelijk in. Bij Ajax bijvoorbeeld kwam ik met jongens te spelen van de Vaart en Wesley Sneijder, ja. En die van de Meijden en dat soort jongens. Ja, die konden doelpunten maken, konden man uitspelen. Ja, dat kon ik niet. Maar ik kon ze wel op de goede plek houden, goed neerzetten, motiveren en balletjes afpakken van de tegenstander. Ja. In je eigen carrière ben je er al mee bezig geweest met het mentale? Ja, het is heel gek. Vaak heb je dat zelf niet door. Maar ik kreeg op een gegeven moment, kwam ik dus bij FC Twente, dan kwam ik in de basis en ging wedstrijden spelen. En ik kon de hele week kon ik voluit trainen. Maar als ik zondag een wedstrijd moest spelen, dan kon ik na een half uur niet meer lopen. Had ik zulke bovenbenen, helemaal verstijfd. En ik keek wel eens naar de klok. Ik dacht van, het is nog niet afgelopen. Oh, echt zo erg? Ja. Hoe ging je er toen mee om dan? Donderdagmorgen bijvoorbeeld, dat was de leukste training. En dan moest ik ervoor zorgen dat ik dat donderdagochtendgevoel meenam naar de zondag. Maar dan stond er dus ook in zo'n boek. Zei ze, nou ja, dan moet je een oefening doen. En dan moet je zeg maar je ogen dicht doen. En dan moet je nadenken over die training. Ja. En dan moet je hem nog een keer helemaal naspelen. En dat gevoel neem je dan mee naar de wedstrijd. Weet je hoe dat ging? Dat was in het oude Diepmansstadion, hè? Ja. Echt waar, want je moest er ook bij liggen. Dan las ik dus zo in een ruimte. Zo, met mijn ogen dicht. Ja. En dan zat ik alleen maar aan die donderdagtraining te denken. Maar er kwam ook wel eens iemand daar door de deur kijken waar ik was of zo. Dan lag jij daar. En die dachten dat ik dood was. Nee joh. Ja, het is ook een paar lag. Gaat wel goed met je? Ja, welke mogol gaat er nou zo in een ruimte liggen? Maar het lukte. Dus zo kon ik heel langzaam mijn hele mindset veranderen. Ja, want in het hedendaagse voetbal is het natuurlijk ook... Er komt steeds meer naar buiten. Het Prupper-geval bij PSV die gestopt is, mede daardoor. Iataren, ja. Overwoog ook om te stoppen, ook dat, mede door. Dat is toch zonde. Zo'n mooie Iataren, die zou ik wel in huis willen nemen. Ja, echt? Ach man, dat lijkt me zo'n leuke gozer. En die is aan het struggelen natuurlijk met allerlei dingen. Ik weet niet wat hoor, ik ken hem helemaal niet. Want hij is ooit ook begonnen met voetballen, omdat hij het leuk vond. Ja. En plezier maken met zijn vriendjes. En, ja, omdat je heel goed bent, dan kom je in één keer in stadions te spelen, contracten, pers, gedoe eromheen en zo. Maar de kern is, je wil gewoon lekker balletje trappen. Speel ik met Zlatan? Ja. Ja. Hoe was Zlatan? Zlatan was eigenlijk ook toen al zoals hij nou ook is. En ik sliep ook bij hem op de kamer bij trainingskampen. Want hij was er heel erg met de verwachtingen. Hij was een grote aankoop, volgens mij 4, 5, 6 miljoen of zo gekocht. Ja. Dat was in die tijd veel geld. En hij ging ook helemaal vanuit dat hij het ging maken, maar hij kwam op de bank terecht. Want tijdens trainingen was hij heel goed, maar tijdens wedstrijden lukte het niet. Dus hij werd ook uitgefloten, nou, daar ergerde hij zich ook aan. Hoe kunnen ze mij nou uitfluiten? Ik ben Zlatan, weet je wel. Ja. Dan vroeg ik wel eens op de kamer van, hoe gaat het met je, weet je wel. En kan je er goed mee omgaan met de kritiek die je toch krijgt? Hij zegt, ik vind het belachelijk. Hij zegt, people don't know how good I am. I am Zlatan. I'm God. Toen zat het er al in zo. Toen zat het er al in. Ja, ik dacht eigenlijk van, nou, die gaat het nooit meer redden. Maar hij heeft het helemaal niet bewezen natuurlijk. Ja, nu nog hè. Ja. Oké, want je hebt ook een periode bij Twente gehad. Algemeen directeur even geweest. Wat weet je nog van die kant van je carrière?
Nou, ik heb eerst een hele periode bij Twente gewerkt. Toen ging de club helemaal bergopwaarts en dat ging hartstikke goed. Het stadion werd uitgebreid en ik mocht ook een hele prominente rol in spelen. Toen ben ik 5 jaar weg geweest. In de 5 jaar ging die club, die was helemaal afgegleden. En daar had ik nooit in moeten stappen. Want daar waarom stap je erin dan? Je hebt toch een beetje ego of zo. Ze vroegen me terug en dan ben ik er toch ingestapt. Maar ik had eigenlijk beter na moeten denken. Want ja, daar was echt een directeur nodig die kon saneren. Die keihard kan ingrijpen en zo. En, ja, dat ben ik niet. Ik moest alleen maar mensen afscheid van nemen. Spelers afscheid nemen, moest geld binnenkomen. Of er moesten gaten gedekt worden. Hakim Ziyech meteen verkopen, geld opleveren. Om in ieder geval weer volgende maand de salaris te kunnen betalen. Ja. Dat was het niveau. En als we dat niet hadden gedaan, had de club nou niet meer bestaan. Dus dat geeft me ook wel weer een goed gevoel. Alleen ja, dat ziet de buitenkant niet. De buitenkant ziet alleen van, nou ja, gedegradeerd. Ja, verbeteren veel mensen dat, jou? Ja, nou en of. Ja. Ik ben echt, ik ben hier bedreigd in de regio. En politiebegeleiding gehad en weet ik het allemaal. Ik heb afgelopen zomer een heel groot contrast meegemaakt. En heb ik meegedaan aan een tv-programma waar ik blijkbaar als mens... Expeditie Robinson. Ja, Expeditie Robinson. Mooi man. Ja. Nou ja, daar heb ik blijkbaar als mens een redelijk goede indruk achter gelaten. Tenminste, als ik naar die berichten keek. Er was geen lievere man dan Jan en er was een en al positivisme. Nou, het grote contrast tussen die eikel van 3 jaar geleden bij FC Twente en nu. Ik ben echt dezelfde hoor.